Op 7 februari 1992, 30 jaar geleden dus, werd het verdrag betreffende de Europese Unie getekend, beter bekend als het Verdrag van Maastricht. Een verjaardag om toch even bij stil te staan. En dat doen we met Johan van Overtveld, op dit moment Europees parlementslid en voorzitter van de Commissie Begroting, maar in een vorig leven ook minister van Begroting. En, Financiën. Van Financiën, excuseer. En hoofdredacteur van Trends en Rick van Kouwelaert, columnist bij De Tijd, de Paleis der Natie. Ja. Elke week. Welkom, heren. Ik zat nog op school. Ik was aan het uitkijken naar mijn 18e verjaardag op 7 februari 92. Waar waren jullie? Of wat waren jullie bezigheden? Even 30 jaar terug in de tijd. Het is niet zoals met 9-11, dan weet iedereen waar hij was toen dat gebeurde. Ik zou het niet kunnen zeggen waar ik op dat moment exact was. Het was ook, het verdrag van Maastricht was de resultante van een heel proces. Ja. Hè? Ja. Dus in die zin is het niet zo heel gebonden aan een of andere... Het voorzitterschap van Nederland. Ja, inderdaad, vandaar Maastricht. Maar het was inderdaad een belangrijk moment. Mm-hmm. De Duitse hereniging was eigenlijk nog vers. Daaraan gekoppeld wat er op Europees vlak monetair en economisch moest gebeuren, stond zeer de discussie en dat was allemaal gelinkt. En dus daar is Maastricht uitgekomen, het verdrag dat ons de euro, de monetaire unie, heeft gegeven. En waar vandaag terug veel discussie over is van hoe we daarmee mm-hmm. verder gaan na al hetgeen dat we nu hebben meegemaakt met de financiële crisis eerst en dan de pandemie. Dus het is inderdaad zeer actueel en na 30 jaar allicht toe aan enige herziening. Mm-hmm. Ik was in die tijd vooral bezig met de moord op André Kools, die in juli 1991 was vermoord. En vergeet niet, vooral in België waren wij bezig met Zwarte Zondag, mm-hmm. die we net achter de rug ook hadden. Ook 30 jaar geleden. Iedereen tekende petities tegen het oprukkende fascisme in die tijd. En ik moet zeggen, het was niet zo dat er vreugde was in de straten omwille van Maastricht. Dat was eigenlijk is dat iets dat gepasseerd is zoals de andere topbijeenkomsten. Natuurlijk in een beperktere kring, de politieke kringen wel, wist men wel, dit is niet gewoon als verdrag. Men besefte dat wel. En achteraf bekeken trouwens, heb ik meer dan één van de mensen die daarmee bezig zijn geweest, onder meer Wilfried Martens, gezegd dat zij zich eigenlijk niet realiseerden op het moment van mm-hmm. de ondertekening wat ze allemaal uit handen gaven. Mm-hmm. Want ja, later is die Maastricht-norm wel heel erg bekend geworden bij ons. Ja. Een reden voor besparingen van niet Martens, maar dan de Hanen. Ja, natuurlijk. Ze waren er allemaal. Heel Europa was er mee bezig. We hadden daar die begrotingsnorm die er was. Ja, het moest naar de schuld van 60%. Niemand heeft mij ooit kunnen uitleggen waarom precies 60%. Mm-hmm. Hè? Ik denk dat men dat zo als op Duits aangeven heeft aangenomen. Maar wat wel in de lucht ging, en Johan heeft er al naar verwijzen, dat proces was natuurlijk al veel langer bezig. Men wist dat om tot een muntunie te komen, want dat was natuurlijk het sluitstuk van... Er zijn nog andere zaken beslist in Maastricht, of tenminste in het verdrag opgenomen. Maar men wist dat daar het de leur naartoe gewerkt als geen ander. Maar dat was eigenlijk een vervolg op wat Pierre Werner in het verleden had gedaan, wat zelfs Raymond Barre in het verleden al had klaargemaakt. Siskaard en Schmid. Voilà. Dus er waren tal van zaken geweest die probeerden van Europa daar naartoe te drijven. En er was toch altijd een zekere weerstand, hè, toch bij de Duitsers. Hè, want die Duitsers geloofden niet in die timing. Mm-hmm. Nee, ook wat we zeker niet mogen vergeten is, het is ook al aangeraakt, kort de Duitse hereniging. Ja. En lees de memoires van Thatcher, van Mitterrand. Zij waren zeer beducht voor dat herenigde Duitsland in het centrum van Europa terug, 80 miljoen Duitsers terug verzameld onder één vlag. Iets wat we vandaag ons niet meer kunnen voorstellen, die ongerustheid. Maar geloof me, dat was effectief zo. Ook, ik heb dat in mijn eigen familie met ouderen, onkels en tantes ook gezien. Mm-hmm. Maar dus op dat niveau, vooral Thatcher was zeer mm-hmm. beducht, heeft telefoons gepleegd met Gorbachev en met anderen om te zeggen van jongens, een beetje rustig aan. En Mitterrand, dat is toch wat je kan uit die memoires en de hele geschiedenis... Heeft alles gedaan om het tegen te houden. Heeft alles gedaan om het tegen te houden. Heeft het alleen uiteindelijk onder druk van Bush toegegeven als de Duitsers hun monetaire monopolie, mm-hmm. de Duitse markt, de Bundesbank, opgaven.
En dat was een enorm dilemma voor Kohl, de toenmalige kanselier in Duitsland, die uiteraard politiek een geweldige opportuniteit zag, en ik denk ook historisch voor Duitsland, die hereniging. Maar aan de andere kant, de Bundesbank bijvoorbeeld, die eenmaal in aarde verzet heeft om dat tegen te houden, omdat ze zeiden, ja, niet de hereniging, maar de monetaire unie, maar het ene was de prijs voor het andere. Dus Kohl zat echt een beetje gevangen, heeft dan doorgebeten en heeft dan uiteindelijk toegestemd om die monetaire unie te creëren. Maar hij is altijd de eerste geweest, ook om te zeggen, er zijn prachtige citaten van hem in het Duitse parlement, waar hij zegt, een monetaire unie zonder een politieke unie is ten dode opgeschreven. Bon, als Martens zegt, we wisten niet goed wat dat betekende, dat is onder meer, en niet in het minst, dat, hè. Tuurlijk, van je zet hier een stap, maar eigenlijk kun je die stap maar echt zetten als je ook andere stappen zet. Want is dat als je dat niet doet, krijg je problemen, conferator Griekenland, et cetera. Ja, is dat ook niet een beetje waar we vandaag nog altijd in vastzitten? De schulden lopen nu uit, maar ja, er is wel een monetaire unie, maar een helemaal politieke unie is er toch nog altijd niet. Ik denk dat zonder de corona zaten we nu echt in een veel groter probleem. Met de begrotingen en de schulden die zich opgestapeld hebben. Ja. Politiek gezien, binnenkort. Ja. Maar destijds, de Duitsers nog even meegeven, er was verdeeldheid bij de Duitsers zelf over die hereniging en de manier waarop dat gebeurde. Bijvoorbeeld dat inwisselen van een D-mark tegen een Ostmark, dat was complete waanzin, want die Ostmark was ongeveer de prijs van bankpapier in die tijd. Dus dat was complete nonsens, maar toch hebben ze dat doorgedreven. Ze hebben letterlijk met camions D-marken over de grens met Oost-Duitsland gereden om ze erin te sluiten. Dus dat is dat voelde, dat heeft dingen mij nog verteld, Hans Niedmaier. Dat was een grote breuk intern binnen de Bundesbank van wij gaan dat niet doen. Hij was voorstander, want hij was een politicus, Niedmaier. Dat was niet zozeer, dat was, wat dat betreft geleek hij een beetje op het verplaatsen, maar dat waren politici. En dat waren dan ook de enige bankiers eigenlijk die in Basel, bij de BIS, bij de Bank of International Settlements, de enige, dat heeft Nout Welling mij verteld ooit, de enige die erin geloofden dat dat kon. Waarom? Omdat ze zeiden, dat is een politieke beslissing. Ja. Wij gaan daar niet over beslissen, dat is een politieke, en daar hadden ze gelijk. En dus het verdrag van Maastricht is eigenlijk een zoektocht naar second best of third best. We weten dat die politieke unie niet kan, we willen toch die monetaire unie, omdat vooral Frankrijk, Duitsland, niet meer in die machtspositie wil brengen op monetair vlak en op vlak van wisselkoers. En dus moeten we iets anders doen. Wat gaan we dan doen? Ja, en dan zijn die convergentiecriteria, waarvan natuurlijk de 3% begrotingsdeficit en de 60% schuld de meest bekende zijn. Maar er waren er nog andere, over rentevoeten en inflatie en zo. Maar uiteindelijk, dat herinneren we ons ook nog allemaal, dat dan op een bepaald moment bijvoorbeeld iemand als Wim Duisenberg, die toen voorzitter van de Nederlandse Centrale Bank was, zei van, ja maar allee, uiteraard moet Italië daarbij, terwijl Italië aan geen enkel criterium voldeed. Aan geen enkel. Maar Italië, politiek, je kon moeilijk met een Europese munt starten zonder een van de founding fathers daar niet bij te. En dus, Rick zegt het terecht, dat was van A tot Z een politieke beslissing die men probeerde in te kleden heeft, maar waar eigenlijk van in het begin in de sterren geschreven stond dat dat problemen ging geven. Zegt u nu dat eigenlijk ook de Griekse crisis die we achteraf gezien hebben? Natuurlijk. In gebakken zat in het verdrag van Maastricht? Natuurlijk. Allee, de Grieken krijgen daar plotseling al de baten van een monetair beleid dat eigenlijk een Duits monetair beleid was. Dus die Griekse rentevoeten die gingen van 15 naar 3%. Mm-hmm. Men wist niet wat men overkwam. Men heeft daar gigantische investerings, vooral bouwsector, gekend, investeringsboom gekend. Wat er in een gecoördineerd beleid had moeten gebeuren, dat is dat men budgetair aan de rem had getrokken, omdat dat monetair zo hard ging. Dat zijn tot een zekere hoogte zijn dat communicerende vaten. Dat is helemaal niet gebeurd. Integendeel, men heeft budgetair nog wat gas bijgegeven. Ja, en dat waren natuurlijk in 2009 zeker de gevolgen niet te overzien. Hè, dat de Griekse minister van Financiën plots moest komen zeggen, collega's, mijn deficit is niet 5%, maar 12%. En dan een paar weken later bleek dat 17% was. Ja, en dan hebben de markten natuurlijk, zijn die ook overstag gegaan, et cetera. Maar dus allemaal het gebrek aan krachtige coördinatie van beleid. Dat is eigenlijk wat er ontbreekt.
Men heeft geen stok achter de deur. Maar toen hebben er ook andere dingen mee gespeeld. Hè. Bij Italië minder, maar zeker bij Griekenland. Maar niet vergeten, dat was ook een... Dat heeft Bolkestein mij is ooit gezegd in een debat. Mm-hmm. Namelijk, mag niet vergeten, bij Griekenland bijvoorbeeld, de druk die gespeeld heeft vanuit de Verenigde Staten, mm-hmm. om ze er toch bij te pakken. Ook voor Italië. Niet vergeten, Italië is een... Je moet een keer naar de basis kijken van de NAVO daar, in Napels bijvoorbeeld. Dat is een ongelooflijk belangrijk NAVO-land. Dus de Italianen waren ook aan het druk uitoefenen om ze erbij te pakken. Dus dat heeft ook allemaal op de achtergrond meegespeeld. We mogen dat niet onderschatten. Ik herinner mij toen wij de Griekse crisis in de eurogroep discuteerden over Griekenland. Op dat moment was Griekenland, ik durf niet zeggen, het land met de hoogste militaire uitgaven in procent van het buiten begroting, hè? Maar het zal niet veel schelen. Die zaten niet in de begroting. Dat was trouwens, out of discussion. Hè? Daar, ja. Die zaten voor een stuk buiten de begroting. Daar kon niet aan geraakt worden. En dat is inderdaad, ja, kijk gewoon geografisch waar Griekenland zit en op welke cruciale kruispunten. En je begrijpt dat wel, maar dat was natuurlijk... Allee, in een monetaire unie moet je leven bankiers met beperkingen. Denken anders. Bankiers denken anders. Allee, ik geef altijd het voorbeeld van Griekenland en Californië. Mm-hmm. Die zijn eigenlijk op hetzelfde moment failliet gegaan. Niet vergeten, Californië als onafhankelijk land zou de zesde of de zevende economie van de wereld zijn. Dus Griekenland is iets minder. Hè. Wat gebeurt er hier? Merkel en Sarkozy beslissen, de Grieken mogen er niet uit. Oké, okay. Wat was de eerste reactie van de Grieken? Was ze er bereid om daarvoor te betalen? Blijkbaar heel veel. Wat gebeurde er met Californië? Californië kon onmiddellijk zeer substantiële hulp van Washington krijgen, maar Washington ging zeggen wat er gebeurde. En bijvoorbeeld een van de dingen die ik altijd onthouden heb, alle ambtenaren in Californië werden onmiddellijk met 20% verlaagd. Nominaal, iemand die $3,000 verdiende, die ging naar $2,400. En Californië had de keus, ze konden daarmee akkoord gaan en die voorwaarden aanvaarden en dus miljarden vanuit Washington krijgen, of ze konden dat ook weigeren. Maar dan had Californië in default gegaan, gelijk dat er al verschillende Amerikaanse staten in de loop der geschiedenis in default gegaan zijn. En dan hadden de obligatiehouders van Californië de boter gevreten, zoals dat dan heet. Dat hadden we in Europa ook kunnen doen, maar dan hadden Duitse en Franse banken een serieuze pil te slikken gekregen omwille van het Grieks papier, dat waardeloos zou worden. En dus heeft men dat niet gedaan. Er zijn natuurlijk wel, wat we zou kunnen noemen, een interne devaluatie geweest in Griekenland. Hè. Er zijn een aantal dingen die zwaar achteruitkeringen, die achteruit zijn gegaan, bijvoorbeeld. Achteraf, hè? Ja, achteraf, hè. Maar bovendien, ook niet vergeten, Europa heeft dat geëist dat daar een nieuwe regering kwam. Mm-hmm. En niet de regering die eigenlijk uit de verkiezingen was gekomen, en ook niet uit het referendum. En dat hebben ze ook nog eens gedaan in Italië. Meneer Berlusconi is opzij gegaan, opzij geduwd, letterlijk, door Europa, niet vergeten. Ja, met de Grieken was het duidelijk. Hè. Ofwel werd die regering vervangen, ofwel gingen ze uit de eurozone gegooid worden. Dat heeft dat ooit echt op tafel gelegen? Ja. Is die binnen mogelijkheid er geweest? Ja. Omdat wij als burger toch altijd het idee hadden van... Ja, dat ligt als optie niet op tafel. Griekenland blijft in de eurozone. Ik ga niet zeggen dat die maanden op tafel gereden, maar op een bepaald moment was ze eigenlijk binnen de eurogroep min of meer de beslissing gevallen. En het is Merkel die in de daaropvolgende raad, want wij waren op het einde van de week samengekomen en de raad kwam in het weekend samen, Merkel die gezegd heeft, nee, dat doen we niet. Maar binnen de eurogroep, onder de ministers, dat was de periode van Varoufakis, de fameuze Griekse minister van Financiën, toen was het echt zo uit. Iedereen, zelfs een land als Frankrijk, had er op dat moment genoeg van. Trouwens, wat Varoufakis beschreven heeft in zijn boek, mm-hmm. klopt grotendeels. Ook in België moesten we besparen en aan de Maastricht-norm voldoen. Een van de weinige momenten dat het echt gelukt is om een beetje begrotingsdiscipline te hebben de laatste 30 jaar. Willen sneller zijn. Ja. Ook. Want de Hane heeft er toen voor gezorgd, gelukkig, dat er eerst een staatshervorming uit de weg was. Mm-hmm. En dan is ook, niet vergeten, de Johan zal dat ook nog herinneren, die enorme speculatie plots tegen de Belgische frank die begon. Hè, nadat eerst Engeland in de problemen was geraakt en iedereen eigenlijk in de problemen. België was een tijd lang, de Belgische frank was een tijd lang een vluchtmunt geweest, maar dat je in één keer, vlak na de dood van Boudewijn, begint. Een enorme speculatie tegen de Belgische frank.
die is opgelost geweest, laat ons eerlijk zeggen, met een truc die je vandaag de dag niet meer zou kunnen uithalen. Fonds Verplaatsen heeft gewoon alle banken in de arm genomen als gouverneur en heeft gezorgd dat de banken tegenspeculeerden, eigenlijk. Mm-hmm. En zo hebben ze het overleefd. Maar het zou niet meer voor herhaling vatbaar zijn, denk ik, vandaag de dag. Die markten zijn veel fluider geworden, veel minder grip op. En door de nieuwe media zou dat allemaal uitlekken. Dat zou uitlekken. Maar dan zijn er inderdaad een aantal maatregelen genomen. De gezondheidsindex bijvoorbeeld is zo een, die door een socialist naar voren is gebracht. Michel Jadot, een topambtenaar van de socialist. Die eigenlijk de index hervormt. Ja, zodoende dat die aanpassingen niet zo snel verliepen. Ja. En nog een aantal andere zaken. En heeft men ook... De Hanen ook de vakbonden op zekere ogenblik opzij gezet. Die zijn akkoord niet hadden goedgekeurd. En heeft die gewoon genegeerd. Hè? Mm. Wat nu vandaag de dag wel is gemakkelijker zou zijn dan toen. Want die macht toen was veel groter. Maar ondertussen ontspoort het opnieuw. Ja. Maar natuurlijk met corona, met de pandemie, zijn er een aantal zaken moeten gebeuren die moesten gebeuren. Dus dat er daar een stuk bijkomend deficit ontstaan is, dat is onvermijdelijk. Nu, dat zou ons toch ook moeten leren dat we in goede tijden misschien eens wat meer overschotten zouden moeten opbouwen. En allee, ik wil er toch even tussendoor aan herinneren dat toen wij in 2018 uit de regering stapten, eind 2018, zaten we op een deficit van 0,7% van het BBP. Hè. Mm-hmm. Men vergeet dat soms. We kwamen van boven de 3%. Maar dus... Er zijn een aantal dingen in de pandemie gebeurd, steunmaatregelen voor bedrijven en particulieren die moesten. De vraag is, wanneer ga je dat beginnen omkeren? Wanneer ga je dat serieus beginnen omkeren? En wat gaan daar dan de gevolgen van zijn? Ik denk dat dat hoog tijd wordt om dat te doen, om een aantal van die mechanismen om te keren. Maar ik merk dat de commissie aangeeft dat er 5% structureel tekort is. Mm-hmm. Dus het tekort... Rekening houdend met alle eenmalige structureel tekort op de begroting. Ja, op de globale Belgische begroting. Ja. Dus alles bij elkaar, sociale zekerheid. Dus eigenlijk zijn ze geen 5% meer geld uit, structureel. Ja. En dat is het hoogste cijfer in Europa. Ook de regio zit daarin. Hè? Ja. Vergeten wij wel eens dat ook de regio's en zo zitten. Alle niveaus zitten daarin. Vandaag in de tijd zit daar ook in, hè? Ja, geeft nog aan Vlaanderen... 83% schuldratio is dat dan. Brussel 196 en Wallonië 256% schuldratio. Dus dan moeten we toch wel zeggen, ja, corona of geen corona, we hebben toch wel echt een probleem. Ik denk dat we op dat vlak echt een probleem hebben, ja. En we zijn misschien gelukkig. Niet de enige in Europa, hè? Want uiteraard de situatie in Griekenland, in Italië, is nog een stuk erger dan de situatie in Frankrijk. Vergeet ook niet dat er in Frankrijk, heb ik ook de indruk dat er nog een stuk meer verdoken zit dan hier. Dat de reële schuld een stuk hoger is dan dat de cijfers, de macro-economische cijfers aangeven. Maar de vraag is nu, hoe gaan we daarmee omgaan? Mm-hmm. En wat zal Europa daarvan? Wel, daar zie ik in de discussies die we uiteraard ook in het parlement hebben, in het parlement met de commissie en met de raad, zie je weer heel manifest die Noord-Zuid-spanning terugkomen, waarbij het natuurlijk nu de vraag is, wat gaan die nieuwe regeringen in met name Duitsland en Nederland doen? Mm-hmm. Ik durf daar geen vaste uitspraken over doen. Ik ken Olaf Scholz een beetje, ik heb hem nog anderhalf jaar als collega gehad. Dat is een zeer bedachtzame man, die nooit over ijs van één nacht zal lopen. Er zal minstens 5 nachten ijs moeten zijn, denk ik, vooraleer dat hij loopt. Dus wat gaat die man doen? Hij zit met de liberalen in de regering. Mm-hmm. Die nieuwe minister van Financiën spreekt vrij forse taal. Wat gaat men in Nederland doen? Gaat Rutte de lijn van de vorige regering met Hoekstra doortrekken? Of wordt het eerder de D66-lijn? Ja, maar ze heeft toch wel laten verstaan, Kaak, dat ze toch zich dicht bij de Duitse, bij de Duitsers aansluit. Dus ik noteer gemengde signalen. Wat wel heel duidelijk is, dat Zuid-Europa wil dat de ECB doorgaat met haar beleid, dat men die een 3%-norm overboord gooit en dat die 60%-norm overboord gaat. Dat gaat volgens mij nooit gebeuren. Hoe dat we tot 3% komen, wat dat we daar allemaal in meenemen, dat zal zeker veranderd worden. En nu wordt er aangegeven, of nu is men eigenlijk verplicht,
Wat je boven die 60% zit, elk jaar moet je 1/20ste. Mm-hmm. Dus als je, mm-hmm, als je 20% boven zit, moet je elk jaar 1% naar beneden gaan. Ook dat zal aangepast worden, omdat dat gewoon niet realistisch is. Als je nu vraagt aan een land als Italië, met 1/20ste, ja, wat ze qua schuld boven die 60% zitten, dan moeten ze elk jaar een gigantisch begrotingsoverschot gaan realiseren. Dat is ook niet realistisch en dat is ook niet wenselijk. Dat is een waanzinnig beleid. Maar de vraag is natuurlijk, wat ga je dan wel doen? Hè? Wie gaat wat doen? Hè? En daar denk ik dat dan onvermijdelijk de ECB, mm-hmm, mee in het verhaal zal moeten komen. Eigenlijk al mee in het verhaal is, want je kunt op geen enkel rationele manier uitleggen wat mevrouw Lagarde allemaal doet en zegt, zonder mee te nemen dat je hier met een gigantisch politiek probleem zit, dat voor een stuk een oplossing tussen aanhalingstekens, zou kunnen krijgen op het niveau van de centrale bank. Maar er zal wel iets moeten gebeuren. En in België heeft men Europese druk nodig? Zoals altijd, hè, bij België. Bij België moeten we letterlijk telkens aan de rand van de afgrond staan voordat we echt beginnen ingrijpen, dat iedereen inziet dat het nodig is. En dat zal hier denk ik ook gebeuren, want als je nu ziet wat er nu vandaag de dag gebeurt in verband met de energieprijzen en zo, mm-hmm, dat is complete nonsens. Ik vraag mij af of die ministers ooit wel eens luisteren naar hun ambtenaren die dat voor hen perfect kunnen voorrekenen wat er daar nu op tafel ligt en wat we gaan doorvoeren. Ik vraag me dat af. Dus dat is allemaal niet vol te houden. Hè? Maar het geluk is, nog meer geld uitgeven, ja, dat er niet is. Maar het geluk dat ze hebben is dat heel Europa een beetje wat energieprijzen in hetzelfde bedje ziek is. Hè? Want het heeft allemaal te maken met de manier waarop die gasprijzen tot stand komen. Die marginal pricing. Dat is het grote probleem dat ze eigenlijk moeten oplossen. Maar daar willen de Fransen dan niet mee. Want voor hen, zij hebben EDF. Zij kunnen de prijzen manipuleren. Wij hebben niks meer qua energieproviders. Ik heb u al eens opmerkingen horen maken of gelezen dat u zich hopelijk afvroeg, die liberalisering van de energiemarkt, was dat wel dat een goed idee? Dat is een ramp geweest. Ik herinner mij nog dat Steve Stevaert zei, nu ga je wat zien, de liberalisering van de energieprijzen. Het gaat naar beneden donderen. Mm-hmm. Ik heb niks zien donderen, alleen maar op niveau blijven en stijgen. Nu, je zit natuurlijk vandaag met een wat specifieke situatie door de dominante positie van Rusland als leverancier van gas in Europa. Bovendien, ook in het kader van heel die klimaatdiscussie, het gebrek aan investeringen in alles wat met olie en gas te maken heeft, vanuit klimaatstandpunt begrijpelijk, maar dat heeft natuurlijk gevolgen. En de huidige prijsverhogingen zijn een combinatie van toch wel een beetje nonchalant omgaan met de gevolgen van de klimaatdoelstellingen die men... Mm-hmm. Ik stel die klimaatdoelstellingen niet in twijfel, maar men is, onder meer commissaris Timmermans, is een beetje nonchalant omgegaan met wat dat allemaal betekent als je op die manier vooruit begint te gaan. Want je geeft dus heel duidelijke signalen naar investeerders die zeggen, olie en gas, dat is al een paar jaar bezig met alle gevolgen van die. Dat heeft, en dat tweede dat element... Dat heeft nu een naam, hè? De greenflation. Wel, green inflation, maar een ander element, en ik ben blij dat ik even over die gasmarkt en die marginal pricing, want de Russen kennen dat dus zeer goed. Ja, die kennen dat zeer goed. En iedereen, ik hoor mensen zeggen, ja, maar ze komen toch hun verplichtingen aan. Ja, dat is waar. Alle contractuele verplichtingen, zo slim zijn ze wel, komen ze minutieus na. Mm-hmm. Maar wat doen ze? De vrije markt. Want je hebt contractuele verplichtingen die ze hebben ten aanzien van landen en maatschappijen, maar er is ook nog een vrije markt waar gas verhandeld wordt, en die manipuleren ze tot en met. Door een beetje meer, een beetje minder, doen ze met die prijs eigenlijk wat dat ze willen. En dat is wat velen niet beseffen, dat de Russen inderdaad daar een spelletje spelen. En ik merk vandaag dat de prijzen fors aan het zakken zijn, dus de Russen zijn meer aan het leveren. Volgens mij een signaal dat hem echt niet goed meer weet wat hem nu moet doen daarmee, Oekraïne, Poetin. Ja, ik denk dat hem echt een beetje in een hoekje zit. Maar die prijs is tot en met gemanipuleerd, omdat de Russen de dominante speler zijn op die markt. De Amerikanen proberen dat nu wat te doorbreken met hun LNG-leveringen. Mm-hmm. Tussen haakjes van hun shale gas. Schaliegas. Wat voor het milieu een ramp is. Hè? Ja. Ja. Maar goed, ze zijn ondertussen zelf bedruipend wat dat betreft. Ja. En zitten nu eigenlijk in een zetel. We dwalen een beetje af van Maastricht, maar het is natuurlijk wel heel actueel. Botst de politiek ook hier niet op haar grens
eigenlijk kunnen ze heel weinig doen aan die prijzen van de energie. Kunnen daar niks aan doen. Ik bedoel, de lokale, de nationale regeringen kunnen daar eigenlijk niks aan doen. Dit is echt iets dat moet dat op Europees niveau en op wereldniveau moet worden afgesproken. Dat is duidelijk. Maar daarvoor is Europa wel sterk genoeg met de markt die ze vertegenwoordigt om daar druk te leggen. Zeggen, jongens, dit moeten we gewoon herzien. Maar dit eerst is niet... meer... Europa bestaat eigenlijk niet in die discussie. Hè? Want je hebt de Duitsers die omwille van historische en allerhande andere redenen eigenlijk vrij nauw aansluiten bij Rusland. Mm-hmm. En dan een land als Frankrijk die met hun kernenergie daar een heel andere houding in aannemen en het meer geopolitiek zien en plotseling wat dichter gaan aanleunen bij de Amerikanen. Ik vind dat wij in Europa al lang werk hadden moeten maken van een meer evenwichtig aanbod. Met een plaats voor de Russen, maar bijvoorbeeld ook een plaats voor Qatar en zelfs voor Amerikaans gas. Dat is economisch rationeel. Dat hebben we niet gedaan. Ja, en nu, als er dan zo'n conflictsituatie ontstaat, zit je voor een stuk met de gebakken peren natuurlijk. Want hoe die conflictsituatie brengt ons terug bij Maastricht, waar ook een gezamenlijk buitenlands beleid werd afgesproken. En dan zie je nu met het conflict tussen Rusland en Oekraïne... dat gezamenlijk buitenlands beleid van Europa toch nog altijd een probleem is? Wel, buitenlands beleid, dat heb je, een geloofwaardig buitenlands beleid heb je als je ook nog een stok achter de deur hebt. Militair. En ik heb nooit begrepen, eerlijk gezegd, dat men ook van die gelegenheid niet gebruik heeft gemaakt om een soort toenadering te zoeken tot de NAVO. Mm-hmm. Om een nauwere samenwerking tot stand te brengen. Wat ik me niet vergeten, de eerste vaders van Europa, zoals Monet, dat waren eigenlijk Atlantisten. Mm-hmm. Die waren eigenlijk voor een nauwe samenwerking met de Verenigde Staten. Ja, ze kwamen uit die oorlog, ze zaten in de Koude Oorlog. Dus zij zagen wel, en trouwens, laat ons wel wijzen, de eerste grote initiatieven voor Europa door European Movement is gefinancierd door de Amerikanen. Hè? Vanuit de CIA. Dus dat is bekend, dat is geen geheim. En maar op zeker moment in de jaren 60 begint die afstand toe te nemen tussen de Verenigde Staten en Europa. En dat is jammer en dat betalen wij vandaag. Wij vertekenen niks. Wij moeten nu momenteel eigenlijk voor de informatie, strategische informatie, terug een beroep gaan doen op de Britten. Die deel uitmaken van de fameuze Five Eyes. De grote... kring van informatie en afluisterposten en weet ik wat allemaal. Die vijf landen die samenwerken en die heel de wereld omspannen. Wij moeten eigenlijk aan de Britten, wij hangen via de NAVO ook van die Britten af. Dit is allemaal niet goed doordacht wat het buitenlands beleid betreft. Hè. Men had eigenlijk heel op dat moment, ook in Maastricht, die band moeten aanhalen. Maar dat heeft men niet gedaan. Maar hier botsen we ook eigenlijk een beetje een breuklijn in Europa, waar je een deel Atlantisten hebt, maar toch ook nog altijd een deel, ook in het Europees Parlement natuurlijk, die zegt, nee, we moeten inzetten op een Europese defensie. Ja, en die discussie verlamt toch eigenlijk ook de toekomst. Mijn repliek naar die laatste groep is altijd heel eenvoudig. Oké, ik wil in uw verhaal meegaan, maar ben je dan bereid om in uw begroting, uw defensieuitgaven, structureel te verdubbelen? Want dat is het, hè. Minstens verdubbelen, hè. Vooraleer dat je dan na een aantal jaren een militair apparaat hebt opgebouwd, een modern militair apparaat, dat u toelaat, zoals Rick terecht zegt, een stok achter de deur, als je met Poetin gaat praten, of soortgelijke individuen, dat men weet dat er achter uw verbaal geweld ook potentieel ander geweld zit. Allee, laat ons een kat noemen. Stalin, ik herinner me dat er ooit van Stalin gezegd werd dat toen hem erop gewezen wordt dat de paus zich tegen hem keerde, dat hij zijn schouders ophaalde en zei van in hoeveel divisies heeft die man? Waarmee ik de paus absoluut niet in een slecht daglicht wil stellen, maar dat is het. Ik vind dat heel typisch. Amerikanen hebben dat nog, Chinezen hebben dat heel duidelijk ook, de Russen hebben dat. Dat machtsdenken. En nu kunt je daar moreel veel over zeggen en veel op tegen hebben. Wij hebben dat niet meer. Wij in Europa, machtsdenken, dat zijn enkelingen geworden die daar nog op een ernstige manier mee bezig zijn. Maar Amerikanen, Chinezen en Russen doen niet anders dan aan machtdenken. Aan machtsdenken. En als je vandaag... Allez, We moeten het over Maastricht hebben. Wat is vandaag mijn grote vrees? Dat is dat op een bepaald moment, zonder dat dat met heel grote uitspraken moet gebeuren, Xi Jinping en Poetin hun acties gaan coördineren.
En Xi Jinping valt Taiwan aan en Poetin vliegt erin in Oekraïne. Wat gaan we dan doen? Wat gaan de Amerikanen dan doen? Dan is er een probleem. Hè? Een groot probleem. Dan is er een heel groot probleem. Hè? Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren. Nee, maar, gegeven het feit dat dat allemaal machtsdenkers zijn, geopolitieke machtsdenkers, zijn dat dingen waarvan wij zeggen, oh, allee, dat is misschien toch ver gezocht. Nee, zo denken die gasten. En bovendien zijn er voldoende provocaties daar in de regio van China, vanwege China, die erop wijzen dat de Chinezen toch wel een en ander aan het bestuderen zijn. Mm-hmm. Rond Taiwan ook bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk, rond Taiwan, maar ook die Zuid-Chinese zee. Je moet maar eens kijken hoeveel oorlogsbodems daar liggen. Hè? Natuurlijk, ondertussen hebben we dan dat fameuze Quad-akkoord tussen de Amerikanen, ja. Indië, Australië en... Nieuw-Zeeland, zeker. Japan. En dat is natuurlijk ook waar de Chinezen toch even van opkijken. Want bon, China is China, maar de VS, India, Australië en Japan, dat is natuurlijk ook niet iets om zomaar voorbij te lopen. Maar dat kun je dus alleen maar volgen en trachten een beetje te begrijpen als je bereid bent om in dat machtsdenken van die blokken mee te gaan. De Pacific, de Verenigde Staten, is de eerste mogendheid die zowel de Atlantische als de Stille Oceaan domineren. Die gaan dat nooit afgeven, zonder dat daarvoor gevochten wordt. Mm-hmm. Wanneer gaat dat gebeuren? Hoe gaat dat gebeuren? Hoe staan de Chinezen daar tegenover? I don't know. Of ik kan dat niet voorspellen. Maar je voelt aan alles dat wringt. Dat gaat op een bepaald moment gaat men daar tot een nieuwe schikking komen. Die verschillende vormen kan aannemen. Maar die zeker verschillend zal zijn van de schikking die we vandaag hebben. Maar nu zitten we heel erg in Maastricht. Nee, maar dat heeft er wel dat er geen buitenlandbeleid is, wordt goed aangetoond. De China, zal ik maar zeggen, bestraft een van de Baltische staten. Mm-hmm. En men kan vanuit Europa eigenlijk niks doen. Nee, men is niet bereid om iets te doen. Als je nu hoort wat er vanuit die Baltische staten bijvoorbeeld ten aanzien van Duitsland gezegd wordt, de Letse eerste minister zegt nu openlijk, Duitsland, uw relatie met Rusland en China is immoreel. Ja. Dat gaat even nazinderen in Europa, zo'n dingen. Dat mag dan het kleine Letland zijn, maar... Maar militair betekent Europa, zeker zonder de Britten, niets. Maar als ik dan toch weer een bocht neem naar Maastricht, de bron van de Brexit, zat die ook in Maastricht? Ja, ik zie Rick knikken. Ze zeggen, ze hebben een... zeker voor de eenheidsmunt zijn ze aan de kant gebleven. Ja. Maar waarom? Voor een groot stuk, omdat zij goed zagen dat de manier waarop Europa dan greep krijgt op de nationale politiek, dat wensten zij niet. Dat hebben zij nooit gewenst. Dat is die politieke unie. Mm-hmm. Ja, daar, voor hen was dat, en voor Thatcher, Johan weet nog goed wat ze daarover zei, voor haar was dat één grote handelszone. Vrije handelszone waar iedereen kon op bewegen. Maar no way dat die met elkaar, dat vanuit Brussel men zich ging bemoeien met wat in Londen beslist werd. Hè? Zij wouden ook niet dat het woord federaal in die tekst stond. Precies, daarom. Er is een een historisch significante, dat is het juiste woord, speech van Margaret Thatcher in Brugge aan het Europacollege. Als je dat vandaag terugleest, dan... Alles zit daarin. Alles zit daarin, ja. Maar die ever-closing union, die daarin gezegd wordt, die toen in de jaren 90... de normale toekomst wegleek, is dat vandaag niet meer? Nee, en daar heeft de figuur van Jacques Delors een heel belangrijke rol in gespeeld. En het is historisch genoteerd dat op een bepaald moment Mitterrand gezegd heeft, waar is Jacques mee bezig, want dat willen wij in Frankrijk ook niet. Mm-hmm. En ik denk, er wordt vaak wordt Delors op een piedestal gezet. Ik denk dat hij in de long run heeft hij eigenlijk vrij veel kwaad aangericht voor Europa. Met de Britten heeft hij eigenlijk, zonder het waarschijnlijk te beseffen, de breuk veroorzaakt, het begin van de breuk veroorzaakt. Hij is gaan spreken voor de vakbonden, op het congres van de Britse vakbonden, en heeft daar gezegd dat voortaan de sociale politiek door Europa zou worden bepaald.
kunt gaan denken hoe daar werd op gereageerd. Trouwens, voor een stuk is de speech van Thatcher, als ik mij niet vergis, een beetje een repliek geweest op die fameuze tussenkomst van Delors, die daar weinig gesmaakt is geweest. Maar Delors geloofde daar dus letterlijk in. En hij had rondom zich een paar mannen die dat ook echt geloofden. Hij had bijvoorbeeld een andere Belg, bijvoorbeeld Lamfalusi. Dat was iemand die ook in Zwitserland zat, bij de BIS. Maar die geloofde daar ook in. En die heeft daar ook mee aan gepusht. Dus. Verhofstadt heeft ook nog een boek geschreven over de Verenigde Staten van Europa. Ja, maar dat was al veel later natuurlijk. Hè? Mm. Maar dat is niet de eerste trein die Verhofstadt gemist heeft. Maar, maar is die trein, is dat momentum voorbij? Dat is op dit moment niet aan de orde. Nee. Voorlopig is dat niet aan de orde. Je kunt daar van alle bespiegelingen over maken, maar in politieke termen, in termen van stappen die je kan zetten, is dat absoluut niet aan de orde. Maar tegelijkertijd, vind ik, hoor je politiek, ook in België, minder en minder uit... Ja, we moeten uit de euro stappen. Dat is een politiek verhaal dat je toch eigenlijk niet zo vaak meer hoort. Ja, maar uit die euro stappen, bijvoorbeeld, dat is... Als je ziet wat de Brexit meegebracht heeft als kopbrekers, moet je niet vragen wat uit de euro stappen gaat meebrengen als kopbrekers. Dus daar denk ik niet. In Nederland heeft dat even met Baudet, heeft dat even geleefd. Maar in Frankrijk ook, maar heel kortstondig. Hè. Mm-hmm. Maar dat betekent dus ook dat je bepaalde zaken onder ogen moet zien. En ik maak mij dus heel bezorgd over wat we vandaag zien gebeuren met de inflatie in België. We krijgen net het bericht dat er in april opnieuw een indexaanpassing zal komen. Dat is voor de bevolking absoluut verdiend. En ik ben, alhoewel ik zelf meegewerkt heb aan een indexsprong, ben ik daar nu tegen. Ik denk dat op dit moment geen goede zaak is. Er is al zoveel onzekerheid voor de mensen. Maar we zijn op weg om opnieuw een loonkostenhandicap, en dat kan best ouderwets klinken, maar het is een realiteit, ook in de economie van de 21ste eeuw, die gaat oplopen naar 10-15%, of nog hoger als we niet opletten. In 1982 hebben we dat in één keer omgekeerd met de devaluatie. Ja. Dat gaat dus nu niet meer. Hè? Ja. Nu moet je je interne devaluatie doen, met intern je kosten naar beneden te brengen. Dus ik vind dat we op dit moment serieus moeten overwegen om een serieuze ingreep te doen op de sociaal, op de bijdrage van de werkgevers. Want wij zitten in bijna in jaren 70 situaties, hè? Niet vergeten. Net om die loonkostenstijging af te remmen. Want anders... En het wenen zal na het pak slaag komen. De jobafbouw die er gaat komen, die zie je niet vandaag. Die zal je ook nog volgende week of binnen een maand niet zien. Maar die gaat je in 23 en in 24 zien. Als gevolg van wat we nu zien gebeuren. En we hebben nu het geluk, tussen aanhalingstekens, dat er een tekort aan arbeidskrachten is. Maar dat zal heel snel voorbij zijn, eens dat die een trein van de afbraak van de werkstelling als gevolg van de hoge loonkosten op gang komt. En dus, je moet nu een ingreep doen, of toch in de komende maanden, ik zeg niet morgen of overmorgen, maar in de komende maanden, die toelaat aan uw bedrijfsleven om op dat vlak terug een beetje adem te krijgen. En men heeft vanuit de voorbije jaren een stuk adem kunnen opbouwen, maar in die omstandigheden is dat heel snel weg, hè. Ja, en wat ik al verontrustend vind, is als ik Thierry Baudson van FCTB hoor zeggen, en ABBV, dat ze die concurrentiewet van 96 willen terugschroeven, ja, dan zijn we helemaal op een hellend vlak. Hè. Als we dat beginnen doen dan met de inflatie en dan ook nog eens die concurrentiewet gaan dynamiteren, dan zitten we in de jaren 70, hè. Wordt vaak vergeten, maar de Griekse crisis was ook voor een groot stuk een crisis van gebrek aan competitiviteit. Maar op het vlak van toerisme, door het feit dat Griekenland zo duur geworden was, gingen alle toeristen naar Turkije, nee, in die periode. Mm-hmm. Ook dat is een aspect van niet meer kunnen devalueren en uw kosten niet meer kunnen devalueren. Trouwens, daar is ook op gewezen van de muntunie, dat die concurrentiepositie moest worden aangepast. Dat staat daar ook in, hè. Maar moet het antwoord nu op wat vandaag gebeurt van een federale regering komen? Of toch uit Europa? Maar België gaat voor een stuk zijn eigen problemen moeten oplossen, natuurlijk. Daar snapt het niet aan. Hè. Dus men gaat werkelijk iets moeten doen aan een aantal geldverslindende situaties. En Brussel is er daar maar eentje van. Hè, want Brussel is iets dat dringend moet worden opgelost. Maar ook andere zaken. Dat bijvoorbeeld in die regio's er geen schulden kunnen worden opgebouwd, zoals nu Wallonië er ook aan het opbouwen is. En laat ons wel wezen, de jongste jaren, is die van weliswaar onder druk van de coronaperikelen, is ook de Vlaamse schuldpositie toch wel veranderd. Ja, dus daar gaat dringend
zeker wat België betreft, een grote overleg moeten komen. En niet alleen op het federaal niveau, met alle betrokkenen. Maar dan zitten we echt in de jaren 70, hè? Met communautaire spanning, terwijl er een crisis bezig is. Ja, alles, zoals je weet, alles is in België, alles is communautair ondermijnd. Hè? Mm-hmm. Ja, maar ik denk dat de parallel met de jaren 70... historisch is niks altijd perfect vergelijkbaar, nee. Maar er zijn toch wel duidelijke parallellen. Nu, wat betreft de huidige situatie in Europa, denk ik toch ook dat we goed moeten beseffen dat we ook op een belangrijk moment zitten. We hebben dat coronafonds, er gaat 400 miljard uitgekeerd worden. Dat gaat vooral naar Spanje en Italië gaan. Hè. Die nemen 45%, terwijl dat ze amper 25%... Het is niet voor niks dat Draghi premier blijft. Hè. Dus, inderdaad, dat is een zeer, zeer terechte opmerking. Dus als daar iets mee fout loopt, als dat geld slecht besteed wordt, als dat verdwijnt in zakken waar het niet zou mogen verdwijnen, ik zeg niet dat dat zal gebeuren, maar als dat zou blijken, dan heeft Europa een gigantisch probleem. Want dan heeft men de opening die er nu is gemaakt om bepaalde dingen te doen, hè, eigenlijk geeft men eurobonds uit om dat te financieren, dan gaat die deur niet toe, maar dan gaat die op slot en komt daar ijzeren lastwerk langs alle kanten op. Want dan is dat dus definitief gedaan. Hè. Dan zullen er een aantal landen zeggen, met zoiets, nooit meer. Never again. Hè. Mm-hmm. En dus ik hoop dat iedereen, ik pleit daar in elk debat, in elke commissie waarin ik aanwezig ben, pleit ik daarvoor, dat we serieuze mechanismen creëren om avant la lettre en nadien de goede controle te doen dat de gelden goed besteed worden. Ik blijf hopen dat men zijn verantwoordelijkheid neemt, maar ik kan niet verhelen dat ik mijn twijfels heb. Maar er zit nog een ander aspect aan vast, namelijk dat is wat meneer Timmermans doet met zijn milieupolitiek. Hè. Ik herinner me nog, toen was er nog van corona geen sprake. Hè. Hij ging de lasten op energie verhogen, hè, om de mensen tot andere gedachten te brengen. Wel, hij is nu bediend geweest, buiten zijn dromen, hè, door de markt, zal ik maar zeggen. En dan zie je wat gevolgen dat heeft. Als je daar nog eens bovenop neemt, dan een heel ander paar lasten die daar nog boven komen, bijvoorbeeld voor de uitstootlasten en zo, dat verzwaart die factuur altijd maar. En ondertussen merken we dat de fossiele brandstoffen steeds belangrijker worden in het energieverbruik. Dus dat die hernieuwbare, zeker de windenergie en de zonne-energie, bij ons, moet je maar eens kijken naar de dagen zonder wind, hè, de great stilling, dat is een bekend fenomeen. De Engelsen hebben nieuwe steenkoolcentrales moeten aansteken om hun gebrek aan windenergie te compenseren. Dus men moet daar ook wel eens opnieuw eens gaan nadenken, gelet op de situatie die nu is ontstaan, want men gaat daar ook voor het bedrijfsleven een enorme zware factuur leggen. Maar dreigen we niet in een situatie verzeild te geraken in Europa waar dat er een heel grote onrust komt? We hebben corona, we hebben de inflatie, stijgende schulden, werkloosheid. Die is er. Die ook politiek zou kunnen zorgen voor verschuiving? Die is er. Hè. Ja. Allee, als je ziet hoe dat vandaag in Europa, bijna in elke verkiezing, eerder extremistische partijen, toch wel serieuze vooruitgang boeken of op serieuze niveaus blijven waar ze al gekomen waren. Ja, dat is ook voor een groot stuk een vertaling van die onrust, die onvrede, die onzekerheid die toch veel mensen treft. Van, als je kijkt naar de woningprijzen bijvoorbeeld. Ik heb zelf 4 kinderen die in de periode zitten van kopen en verbouwen en dergelijke. Dat is een nachtmerrie hè, voor die kinderen, als je dat vergelijkt met ons generatie. Ja. En dat heeft natuurlijk, zij voelen dat met hun ellebogen aan, dat dat natuurlijk allemaal veel te maken heeft met dat beleid dat gevoerd wordt. Met een inflatie van 7% kun je nog altijd lenen dan 1%. Heb jij dat ooit meegemaakt? Ik heb dat in mijn leven nooit meegemaakt. Hè? Maar dat drijft natuurlijk, iedereen vliegt in die markt en die prijzen, als je voor een betoging, zoals in Brussel tegen corona, 50.000 man op de been krijgt, dat is een signaal dat je niet mag negeren. Een signaal van onvrede, niet alleen over corona. Dat is een latente onvrede die aanwezig is. En negeert men die wel? Zegt u nu dat die genegeerd wordt? Ik denk dat men dat onderschat, zoals men in Frankrijk ook voor een deel destijds de gele esjes onderschat heeft. Hè? Want die gele esjes, dat was meer dan alleen de dieselprijs op de duur. Hè? Op de duur waren die overal boos over.
Ja. Ja. En dat is hier bij ons ook. Die mensen die daar gaan betogen, die zijn niet alleen boos omwille dat feit dat ze zich moeten laten inenten en zeggen daar niet echt in geloven, want de meesten laten zich inenten, maar die zijn boos om die factuur die binnenvalt over energie en of over de prijs van de huizen. Die zijn overal boos over. En als je dit laat duren tot 24, dan vrees ik dat we een... Er zal toch geen vergelijking zijn met Zwarte Zondag zelfs. Moeten we naar een nieuw groot akkoord, een nieuw Maastricht-akkoord om het Europa van vandaag, dat toch helemaal anders is dan 30 jaar geleden, opnieuw vorm te geven, om daar opnieuw een richting aan te geven? En zo is dat nog mogelijk? Ik denk dat uiteindelijk de omstandigheden ons zullen dwingen om zoiets te doen. En als we niet in slagen, wat volgens mij een reële mogelijkheid is, dat we dan op dat moment dat niet kunnen opbrengen, ja, dan komen we natuurlijk in een heel volatiele situatie terecht. Hè. Ik geloof niet lang, ik heb dat ooit geloofd, van ja, op een bepaald moment gaat die Europese Unie gaat dat uit elkaar vallen. Dan moet er nog heel veel water door vele rivieren lopen. Maar dat je in zo'n soort van totale lethargie, totale blokkering, totaal beleid van frunniken aan de franjes, geen serieuze dingen nemen, dat vind ik wel een reëel risico vandaag. Ja, en je moet ook zien, de situatie is, hè. De Nederlanders, hoeveel dagen hebben ze erover gedaan om een regering te vinden. En laat ons zeggen dat ze ook niet echt een toonbeeld zijn van eensgezindheid. Nee. In Duitsland, ja, daar zijn ze nu al verdeeld over hun Ruslandpolitiek. Maar zij leverden ook von der Leyen als voorzitter. Gaat die blijven? In de huidige omstandigheden ja blijven, want die haar contact met de huidige regering, dat is niet wat het was met Merkel. In Italië moeten ze de oude Mattarella absoluut als president bewaren, omdat Draghi zou kunnen premier blijven, omdat ze anders ook niet weten hoe het daar gaat aflopen. En ga zo maar door, dan spreek ik nog niet over Frankrijk, waar niemand zijn hand durft voor in het vuur steken, dat Macron gaat daar verkozen worden. Ja, en dan Groot-Brittannië, weliswaar buiten de EU, maar waar je nu met Johnson toch ook in een complete flow artistiek terechtgekomen dus bent. Hè? In die omstandigheden ook nog eens gaan zeggen, we gaan nu een nieuw Europees verdrag. Ik zie die figuur niet momenteel in Europa die dat zou kunnen. Je weet dat nooit uit. Toen Delors begon, wist men eigenlijk ook, men kende hem amper buiten Frankrijk, tenzij de ministers van Financiën. Maar het kan altijd natuurlijk dat er zo'n figuur opstaat die dat trekt en die erin slaagt. Maar momenteel, als je die interne verdeeldheden ziet bij die nationale regeringen, dat geeft weinig hoop. Weinig hoop. En ik wil altijd graag hoopvol eindigen. Maar goed, in deze omstandigheden is dat misschien iets moeilijker. We zullen het zelf moeten doen. We zullen het. Goed, ik dank u beide heren voor jullie analyse over Maastricht en over al wat daarbij komt kijken. En ik dank u voor het kijken en graag tot een volgende keer.